welkom bij deze nieuwe video. Ik ben heel enthousiast, like always, maar het is echt absoluut geen enthousiaste video, want ik ga het vandaag hebben over slechte make-up. Ik test altijd heel veel make-up, heel veel de schots zijn ook altijd heel erg goed, maar zo nu en dan zit er ook echt iets bij waarvan ik denk, nee, dit is echt slecht. Dus ik heb die producten opgespaard. Een heleboel heb ik ook helemaal niet laten zien in video's. Want ja, ik had ze aangebracht en ik vond ze gewoon gelijk slecht. En dan heeft het voor mij verder ook geen nut meer om ze te gaan gebruiken in een video. Ik heb al een tijdje niet zo'n video gemaakt. Ik moet zeggen, over het algemeen van alle make-up producten die ik test, is het meeste altijd wel gewoon goed. En als het niet goed is, dan heb ik het al laten zien op beeld. Dus vandaar dat ik dit soort dedicated slechte make-up video's niet echt maak. Maar nou had ik weer een aantal producten en ik dacht, ja, ik moet jullie dit eventjes laten zien, zodat jullie je geld kunnen besparen. En misschien heb je een van deze producten al in je hoofd om te halen en dan ben ik hier vandaag om jou te vertellen om dat vooral niet te doen. Grote disclaimer wel, wat slecht is voor mij kan misschien goed zijn voor jou en andersom ook. Het verschilt per huidtype, voorkeuren, etc. Maar alle producten die ik vandaag ga laten zien, ben ik zelf wel echt van overtuigd dat in ieder geval de meeste van ons ze echt niet fijn gaan vinden. Dus bespaar vandaag je geld. Meestal als je mijn video's bekijkt, spoor ik je aan om van alles te kopen. Vandaag is het dus precies andersom. Dus vind je dit nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik zal eerst eventjes snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb deze prachtige lipstick op van Kiko van hun kerstcollectie, A Holiday Fable collectie in de kleur 4. Deze lipstick is zo mooi. Kijk even al die glittertjes erop en zo. Echt prachtig. Ik heb heel deze collectie getest in een video. Die video staat al online. Spoiler alert, het meeste is echt super super fijn. En deze lipstick is echt amazing. I love it. Dus ik vond het wel leuk staan met de groene ambiance vandaag. Alles is groen. Ik dacht, dan breek ik het af met wat paars. Oké, ik heb hier mijn bakje. Laten we gewoon snel gaan beginnen. En ik ga beginnen met een primer. Dit is de She Glam Birthday Skin Primer. Dit is volgens mij de allereerste She Glam primer. Tenminste, er is nog nooit een primer zo gepromoot van hun als deze primer. Ik heb hem ontvangen in PR. En het was een beetje awkward. Want dit is hem dan. De verpakking is echt heel mooi. Dit was mijn allereerste samenwerking met SheGlam. Ik heb heel vaak kleding samenwerkingen met Shein. Dit was de eerste keer dat ik een make-up samenwerking had en ik vond hem gelijk slecht. Ik voelde mij zo slecht. Ik zal hem even laten zien. Dit is dan hoe hij eruit ziet. Hij is nog bekant vol, want ik heb hem slechts 3 keer gebruikt. Want ja, ik wilde hem wel echt een aantal keer opdoen om het echt zeker te weten. Ze waren heel enthousiast om mij deze primer te sturen. En de bedoeling was dan dat ik hem zou promoten op vooral mijn Instagram. Nou, ik bracht hem aan en het was vreselijk. Zoals je kunt zien is hij echt heel erg wit. Hij moet dus je gezicht blurren, smooth maken. Mijn hele gezicht werd helemaal wit-grijs. Het was echt vreselijk. En mijn hele gezicht werd helemaal zo gladjes, zeg maar. Alle make-up die ik erop aanbracht, gleed echt helemaal weg. En ik dacht echt, want ik had een aantal video's gezien hierover, waar de mensen echt heel enthousiast erover waren. Dus ik had nog iets van, misschien ligt aan mij, misschien heb ik te veel gebruikt, whatever. Dus ik heb hem nog 2 keer gebruikt, dus 3 keer in totaal. En ik heb iets minder gebruikt en echt verschillende manieren geprobeerd. Vooral ook omdat het een samenwerking was. Maar toch, ik vond hem echt zo slecht. En toen moest ik dus echt super ongemakkelijk hun een mail gaan sturen dat onze allereerste samenwerking niet door kon gaan, omdat ik hem niet fijn vond. Godzijdank waren ze wel echt gewoon heel vriendelijk. Ze zeiden gewoon echt gelijk van, als je hem niet fijn vindt, dan is het ook gewoon echt prima als je hem niet promoot. Maar ja, ik heb voor de rest nooit meer van hun gehoord. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja, ik vind hem gewoon echt niet fijn, jongens. Ik zal hem een beetje pakken. Dit is hem dan. En ja, hij smeert ook gewoon echt helemaal niet lekker uit. Kijk, je kunt het ook echt al zien op mijn hand. Het blijft helemaal zo grijswittig. Zie je dit? En ik weet niet waarom dit is. Ik vind hem gewoon echt niet fijn. Kijk even hoe grijs mijn hand blijft. Zie je het verschil met mijn andere hand? Ja, dit kan dus gewoon echt niet, hè. Dus ja, ik vind hem gewoon echt niet fijn. We gaan verder met nog een betaalbaar product. En dat zijn deze liquid eyeshadows van Max & More. Max & More is het make-up merk dat wordt verkocht bij de Action. Ik had ze volgens mij in hun adventkalender gehad, als ik het me goed herinner. Maar ik vind ze echt niet fijn. Ik was er heel enthousiast over toen ik ze unboxte uit de kalender. Ze zagen er allemaal heel mooi uit. De kleuren zijn ook echt heel erg mooi. Maar ze geven bijna geen pigment. Ze zijn best wel waterig. Je ziet wel wat kleur, obviously. Maar dan als je het inblendt op je oog, blendt het helemaal zo weg. En als je meer aanbrengt, als je zeg maar een extra laag aanbrengt op de laag die er al zit, wordt het helemaal zo klonterig en gaat het helemaal zo afbrokkelen. Kijk, je kunt ook wel hier een beetje zien op de swatch hoe waterig het is. Dat is gewoon echt niet mooi. Dus ik vond ze gewoon echt niet fijn. En vooral omdat je het aanbrengt op je ooglid, op je bewegend ooglid. Die beweegt heel de tijd, je knippert heel tijd. En hoe meer je knippert, hoe meer het gewoon afbrokkelt. En ja, iedereen knippert echt, weet ik veel hoe vaak per dag.
Dus ja, ik vond ze gewoon echt niet fijn. Ook helemaal niet opbouwbaar. Ja, nee. Zelfs voor de goedkope prijs van de Action raad ik ze gewoon echt niet aan. Want ja, het moet gewoon wel goed werken. En ik wil niet dat ja, je helemaal je best doet om je op te maken. Om een mooie ooglook te maken. En het vervolgens er helemaal zo af gaat brokkelen. Dus ja, ik vind ze echt helemaal niks. Dan heb ik hier een product waar ik zo enthousiast over was toen ik het zag in de winkel. En dat is deze highlighter van Rimmel London. Hij heet gewoon letterlijk ook highlight toen ik deze zag. Ik heb hem in de kleur 001 Stardust. Ik dacht echt wauwie, deze heb ik gewoon gekocht bij de Kruidvat. Niet ontvangen in PR. Als je er zo naar kijkt, je zou echt denken wauw, dit is echt super mooi. Maar schijn bedriegt helaas. Hij is echt niet fijn. Hij geeft bijna geen glans. Het is echt vreselijk. Kijk, als je het zo aanbrengt op je hand, kun je het ook een beetje zien. Er komt echt gewoon bijna geen glans vanaf. Er zat wel een soort van laagje overheen die ja, een wat heftigere glans had. Maar dat was alleen maar een laagje. Dus als je het dan ging aanbrengen, dan ging die hele laag er gewoon helemaal vanaf. Ik ga hem gewoon even aanbrengen om het jullie te laten zien. Ik heb al wat op, maar ook deze is niet zo heftig. Er komt echt gewoon bijna niks vanaf. Het is echt, I can't gewoon. Ik zie amper verschil. Zien jullie verschil met net? Ik heb nou echt best wel veel opgepakt. Ja, het is gewoon echt niet mooi, jongens. I cannot gewoon. Het is echt niet mooi. Het is ook heel vlekkerig. Ik heb hem nou hier aangebracht en hier niet. Je ziet amper verschil. Het is gewoon alsof het gewoon nog steeds de same is. Ja, ik weet niet, jongens. Dit was gewoon echt een beetje een fiasco. Maar ik vond het wel heel jammer, want ik was er wel heel enthousiast over. Want ik vond hem er echt heel mooi uitzien. En het was een nieuw product. En ik dacht echt, wauw, deze ga ik proberen. Ik heb hem echt wel een aantal keer gebruikt. Je kunt het ook zien. Je ziet dat ik hem echt vaak heb gebruikt. Maar it ain't it. Ook niet als een mooie subtiele glow. Ook niet, want het geeft gewoon bijna geen glans. Dus ja, ik vind het gewoon echt niet mooi. Het lijkt een beetje op krijt of zo. En hij is ook niet al te goedkoop. Dus nee, jongens, helaas. Ik was er heel enthousiast over. Maar ik hem niet zo fijn. Dan ga ik verder met een mascara. Dit is de Rimmel London Wonder Extension Mascara. Had ik ontvangen in PR, maar ik vind hem echt helemaal niks. Dit is het borsteltje, jongens. Dit borsteltje zit letterlijk vol met gewoon spikes. Deze spikes doen gewoon echt pijn. Als je deze mascara aanbrengt, je kunt letterlijk geen enkele fout maken, want als dit ook maar een beetje te dicht bij je oogbal komt, word je gewoon letterlijk neergehaald door deze heftige spikes. Ze doen echt pijn. Ik snap niet waarom je een oogproduct maakt dat letterlijk bij je ogen komt en het dan gewoon letterlijk gevaarlijk maakt. Het is gewoon alsof er allemaal zo van die dunne mesjes op zitten. Het is echt vreselijk. En los van de borstel vind ik ook gewoon de formule niet fijn. Het zou lengte moeten geven, zogenaamd. Dit is de Wonder Extension, dus het moet dan lijken alsof je wimper extensions op hebt. Is echt totaal niet. Het geeft letterlijk nul volume, gewoon echt gewoon nul. En de lengte is er ook gewoon echt helemaal niet. Het voelt gewoon een beetje alsof je een soort van waterige substantie aanbrengt op je wimpers. Ik heb al niet echt de beste wimpers, dus ik moet wel echt iets hebben wat een beetje lengte en volume geeft. Maar dit doet echt helemaal niks. Dus al met al de borstel, de formule, gewoon echt alles vind ik gewoon niet zo fijn. Hij is ook niet echt super goedkoop of zo. Ik vind de verpakking wel echt heel mooi. Het gaat zo rond, zeg maar. En dat ombre van roze naar blauw vind ik ook echt heel erg mooi. Helaas doet het gewoon echt niks. Dan hier een product die ik in een video heb laten zien. Daarin was ik er enthousiast over, maar nou niet meer. En dat is deze brow gel van Essence. Dit is van de collectie in samenwerking met Merve. Echt een fantastische collectie. Die video staat online op mijn kanaal als je hem wilt zien. Het oogschaduwpaletje is echt geweldig. Echt wauwie. Deze wenkbrauwgel, ik vond hem heel fijn in de video. En hij was ook gewoon echt heel fijn. Lekker klein borsteltje. Het borstelt ook je haartjes echt zo goed omhoog. Het is echt een goede gel. En je haartjes blijven echt goed omhoog staan. Nou, vraag je je af, Sarah, wat is er dan aan de hand? Waarom vind je hem niet goed? Aan het einde van de dag heb je letterlijk een witte waas over je hele wenkies. Die video was een eerste indruk video. Dus het was echt mijn eerste indruk. En hij was ook gewoon echt helemaal goed. Het is letterlijk aan het einde van de dag dat het zo'n witte waas achterlaat op je wenkbrauwen. Het is een beetje, ik weet niet, als je hebt gewerkt met gel in je haar. Mensen die vaak gel gebruiken. Af en toe als het helemaal zo opdroogt, heb je toch zo'n soort van witte waas over je haar. Als de gel opdroogt, wordt het helemaal zo wittig. En dan is het alsof je allemaal zo'n roos hebt in je haar, zeg maar. Nou, precies dat effect, maar dan op je wenkbrauwen. Ja, dat wil gewoon echt niemand. Dus ondanks het feit dat ik hem echt super goed vind en het echt je haar dus goed omhoog zet en goed vastzet, is het gewoon niet mooi dat je na een aantal uur gewoon zo'n witte waas over je wenkies hebt. Dus daarom raad ik hem alsnog gewoon niet meer aan. Dan het volgende is hier een lipmasker van Elf. De Jelly Pop Lip Mask. Deze is echt niet zo fijn. Ik gebruik elke nacht een lipmasker. Ik vind hem er wel echt heel satisfying uitzien. Zo rood watermeloenachtig. Elke dag voordat ik ga slapen breng ik een lipmasker aan, want ik heb vrij droge lippen en ik vind het dan gewoon fijn dat ik in de ochtend wakker word met super zachte verzorgde lippen. Deze doet dat gewoon echt niet. Hij is super
super goedkoop. Maar ik heb een heleboel andere goedkope lippenmaskers gebruikt die echt veel beter waren. Als je hem aanbrengt, voelt het gewoon echt goed aan. Zoals je kunt zien heb ik hem echt vaak gebruikt. Er is echt veel product op gemaakt. Altijd als ik iets niet zo goed vind, wil ik het toch wel echt een aantal keer gebruiken om het echt zeker te weten. Maar als ik wakker werd in de ochtend, voelde het gewoon letterlijk alsof ik gewoon geen lipmasker had opgedaan die nacht. Mijn lippen waren gewoon helemaal droog, velletjes. Het voelde helemaal niet aan alsof mijn lippen de hele nacht een lipmasker op hebben gehad. Dus deze doet echt daadwerkelijk echt helemaal niks. En ondanks de lage prijs, ja, een lipmasker moet gewoon je lippen hydrateren, verzorgen, zacht maken. En als ik dan gewoon letterlijk in de ochtend wakker word met droge lippen, dan werkt het gewoon voor echt geen reet. Dus deze raad ik echt niet aan, jongens. En last but not least, deze Huda Beauty Eyeliner. Dit is de Huda Beauty Life Liner Quick and Easy. Is een hele super dunne eyeliner pen, zoals je kunt zien. Je zou denken, dit is echt ideaal, maar hij brengt vreselijk aan. Ik hou van Huda Beauty. Het gebeurt niet vaak dat ik een Huda Beauty product echt slecht vind. Deze heb ik ook ontvangen in PR, maar hij is echt slecht. Hij geeft bijna gewoon geen pigment. Dit is echt niet zwart genoeg. Als je hem aanbrengt, is hij helemaal droog. Hij is nog helemaal nieuw. Ik heb hem slechts 2 keer gebruikt. Ik heb hem ook zo geschud. Ik heb echt mijn best gedaan om hem goed aan te brengen. Maar als je hem aanbrengt, hij is zo droog. Geen pigment. En deze eyeliner is niet goedkoop. Jullie weten, Huda Beauty is nooit goedkoop. Maar dit was zo slecht. En ik was echt een beetje in shock. Ik vraag me ook echt af hoe ze dit gewoon zo op de markt hebben gebracht. Heeft niet iemand hem getest of weet ik veel wat. Maar goed, ik vind deze dus echt heel erg slecht. I don't like it. Nou jongens, dit was het dan. Dit zijn alle producten die ik heb opgespaard om aan jullie te laten weten dat ze echt slecht zijn. Nogmaals, ik heb het al gezegd in de intro dat iets niet werkt voor mij, betekent niet dat het niet kan werken voor jou. Maar al met al zijn dit wel echt gewoon producten waarvan ik echt denk, nee. Ik denk dat echt de meeste van ons ze niet fijn gaan vinden. Ondanks dat het een beetje een negatieve video was, hoop ik toch dat jullie ervan hebben genoten en er iets aan hebben gehad. Let me know beneden in de reacties of je vaker van dit soort video's zou willen zien, want dan kan ik ze zeker vaker maken. Ik persoonlijk vind gewoon altijd leuker om wat meer positieve, blije video's te maken. Maar ja, dit hoort er ook gewoon bij. Ik wil ook gewoon dat jullie je geld af en toe besparen. En daar zit ik ook hiervoor. Daar ben ik ook gewoon hiervoor om jullie gewoon te laten weten wat goed is en ook wat niet goed is. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!